Basketbalclub Antwerp Giants, topvolley Antwerpen, de handballers van Sascha en DHW Antwerpen en zaalvoetbalclub FT Antwerpen, samen zijn ze United. Omdat wij denken dat eigenlijk de toekomst is van met sportclubs een sportclub te maken die meer dan één sportdiscipline dekt. Wij denken dat daar de toekomst is. En kijk maar eens naar het buitenland, wat er gebeurt met Barcelona, met Maccabi Tel Aviv, met Bayern München. Dat zijn allemaal clubs die meerdere sporten huisvesten. De clubs blijven hun eigen naam behouden. De samenwerking moet vooral op commercieel vlak een voltreffer worden. Het is meer dan het commerciële. Het gaat ook over het uitwisselen van ideeën, trainingsmethodes, psychologische begeleiding, infrastructuur. Dus het zal heel wat meer zijn dan het commerciële. De bedoeling is om in 3 jaar tijd zowel de budgetten als de toeschouwersaantallen met een derde te laten toenemen. De ambitie voor elke club is om ieder seizoen een prijs te pakken. En ook in de Europese competities moeten de United Clubs een vaste waarde worden. Wij hebben in Antwerpen wel eens het imago dat we nogal eigenzinnig zijn, dat we het allemaal chauvinistisch opnemen. Maar ik vind soms dat we onze doelstellingen zelfs hoger mogen zetten. En dat doen we hier. Is het ook haalbaar? Ik denk dat het haalbaar is, ja. Ik denk als we goed samenwerken, dat hier werkelijk een stap naar voren kan gezet worden. En alle 5 die clubs zijn erg dicht bij de top en betekenen Europees al iets. Met een stukje erbij kunnen wij allemaal groeien tot top. United straalt ook een eigen identiteit uit die verder gaat dan het sportieve. Met veel belang voor de eigen jeugdwerking en een morele gedragscode wil United een voorbeeld zijn voor alle sportclubs. Binnenkort komt er ook een wekelijks sportmagazine van de United ploegen op ATV.